N-VA vraagt een onderzoekscommissie naar de verheffing van Arcopar, de financiële poot van het ACW, de christelijke werknemers zijn dat. Volgens N-VA heeft Arco in juni de statuten veranderd om een deel buiten de latere verheffing te kunnen houden. En dat zou de belastingbetaler geld kosten, volgens Jan Jambon van N-VA. Vroeger moest het zo dat wanneer Arcopar in verheffing ging, dat officieel alle eigendom verkocht zou worden. En nu, de nieuwe statuten bepaalt dat de algemene vergadering kan beslissen om maar een gedeelte van de eigendom te verkopen. Een gedeelte van de eigendom verkopen, dat wil zeggen dat de rest van de factuur voor de aandeelhouders aan de belastingbetaler kan doorgestuurd worden. Want die zijn, omwille van een wet die in 2009 gestemd is, die zijn gewaarborgd door de staat. Dus Arcopar houdt waarde in eigen huis om de belastingbetaler meer te laten betalen. En ik vind dit een vorm van georganiseerde diefstal.